Vandaag is het weer eens tijd om te gaan tinderen. Soms denk ik bij mezelf, als mensen nieuwe mensen komen kijken, denk ik dat ik misschien zwak begaafd ben. We gaan naar het eerste account. Het eerste account is... hebben wij hier Emma. Emma is 21 jaar, heeft geen beschrijving. Emma heeft een hele bijzondere hobby in het leven. Als je interesse hebt in Emma, stuur een DM. Op naar de volgende. Want verliefd zijn is veel leuker. Hier gaan we naar Hanna. En Hanna, ik weet niet of dat zij de meest betrouwbare persoon is op deze aardbol. Hanna staat namelijk hier volgens mij met een vriend of een broer. Ik zou het niet weten. We gaan hem gewoon even lezen. Looking for a good conversation and good company. Love trying new bars / clubs in the city. But never turn down a chill movie night. If the sun is shining, chances are I'm outside. Always down for a new experience. Finding out things that this city has to offer. Maar dit zegt helemaal niks. Wie de fuck is hij? Wie de fuck is hij? Is dat een maat van je? Of is dat iemand die van... Nee, zijn beste vriend en vervolgens ga je er even... Nou goed, ik snap vrouwen niet. Ik snap oprecht gewoon vrouwen niet. Op het volgende Tinder-account. Want verliefd zijn is veel leuker. Zijn we aangekomen bij Christy. Christy, kijk, niet zo super heel blij. Volgens mij zit zij op iets... What the fuck? De Tinder-account die ik vandaag weer tegenkom. Allemaal hidden messages. Dit is heel verdacht. Oh, ik vind het echt leuk. Ik weet niet wat er met deze Tinder-account vandaag zijn, maar goed. Christy. Christy heeft dus ook een bijzondere hobby. Alright, fam. I'm looking for a date to my work ball, so my coworkers will stop thinking I'm a reckless singleton. Said candidate will preferably look great in a suit and have a great how we met story. I'll need you to say things like, she's the funniest person I ever met. Or a personal favorite, aren't I lucky? Flashcard can be provided if need be. Beers and banter available on tap. Please inquire within. Oh, gewoon open vacature staat hier. Ik snap het niet. Ik snap niet dat je daar gaat zitten, maar gewoon... Die heeft het daar goed. Op naar het volgende Tinder-account. Want verliefd zijn is veel leuker. We gaan snel vandaag door Tinder-accounts heen. Maar nu zijn we aangekomen bij Dan. En ik denk dat Dan een mannelijke naam is. Sorry, woke people. Volgens mij is dat een mannelijke naam. Dan. Dus het lijkt me erop dat omdat hij zoveel aandacht trekt dat hij is. Wacht niet dat zij het is. Tenzij dat een hij is. Dat weet je tegenwoordig ook nooit meer. Maar about Dan. They say a picture is worth 1000 words. Well, a picture of me just screams badass over and over again. Name's Dan. Jive talk with the best of them. I'm the curiosity that killed the cat. I walk with a chip on my shoulder. I can actually cut the mustard. I'm the bee knees. The cat pajamas. I'm extremely successful for my age. So please no gold diggers if you recognize my face. Oh, hou je bek. Is daar een man? Bijzonder. Op naar het volgende Tinder-account. Want verliefd zijn is veel leuker. En voordat we het volgende Tinder-account zijn, wil ik je toch even iets vragen. De 400 abonnees zijn in het voor 2024 niet gehaald. Maar ik ben helemaal niet verdrietig, want ik heb opeens vet veel abonnees erbij de laatste paar maanden. Ik wil jou vragen, zou je als je nog niet geabonneerd bent, dat is 95% van mensen die deze video's kijken, abonneer je alsjeblieft. Ja, ik heb niks te bieden behalve dat ik wil upload. En voor de rest, op naar de volgende Tinder-account. Oh, en stuur even je Tinder-account door. Doe dat ook. Want verliefd zijn is veel leuker. Dan gaan we bij Jen, 25 jaar. Ze is volgens mij een beetje heel blij. Ze zou ook een beetje nat van kunnen zijn. Dat zie je hier zo aan het haar en zo. Haar nat. Jen, 25. About me. I like to sing, talk, guy with messy hair, reading the New Yorker on Sunday mornings and funny voices. About you, if you're still reading, that's pretty good. Let's do this. Nee, fuck off. Op de volgende Tinder-account. Want verliefd zijn is veel leuker. Hier komen we niet aan bij Ashley, nee bij Leslie. Hoppatee, 25 jaar. Het lijkt echt alsof ik mijn naam heb zitten typen. Dan gewoon iedereen die op mijn lijkt, of iedereen die op mijn naam lijkt. Nee, het is echt puur toeval. Ik zoek ze niet van tevoren uit. Ik klik gewoon. En dan that's it. Ik doe geen voorbereiding erin. But honestly, whatever did happen to dat woord. Does anyone have a milkman, a paperboy or the evening TV at this point? Dat ik het even niet snap, hè. Leslie, leg eens uit. Leslie. Leslie, leuke naam. Maar voor de rest niks leuks. Hey, tot op de volgende Tinder-account. Want verliefd zijn is veel leuker. Ze hebben aangekomen bij Elizabeth. 27 jaar. Volgens mij houdt ze van de natuur. En ze kijkt heel raar de foto in. Alsof ze echt heel nodig moet pissen. Dat in ieder geval die probeert te verbloemen. Ook gewoon deze foto. Ik zou niet weten. Wat bezielt je om... Het is gewoon zo'n standaard basic foto. Ik heb wel goed gefotografeerd. De fotograaf heeft erover nagedacht. Ik weet niet of jij bereid is hebt. Maar... It's not even me in the picture. Ah, dat verklaart veel.
Oké, goed. Omdat we het in de kant, want dit slaat natuurlijk nergens op. Dat het niet. Ja, goed. Want verliefd zijn is veel leuker. Zijn we aangekomen bij Samantha. 32 jaar. Kijk, maar zij ziet er dus weer 22 uit. Dus ik denk echt dat dit deze leeftijd soms bullshit zijn. If you need a recommendation to the best taco in town, I'm your girl. Leuke foto trouwens. Deze met al die natuur en zo. En achtergrond is volledig groen. En oké, ik ben kleurblind. Klein vraagje even tussendoor. Haar sweater, of wat het ook is, trui. Klein vraagje. Is dat oranje, geel, of is dat zo'n rare kleur groen? Ik zag het even in de comments. Ik oprecht niet. Ik maak geen grap. Ik ben echt heel erg kleurblind. Ik zie alles nog wel in kleur. Ik ben niet kleurendoof. Volgens mij is het officieel kleurdoof. Niet kleurblind, want ik zie nog wel kleuren, maar ik kan ze niet uit elkaar halen. Help me even. Op naar het volgende Tinder-account. Want verliefd zijn is veel leuker. Komen we aan bij Marley. En Marley staat er weer bij. Zoals ook in de eerste afleveringen van Tinder eigenlijk zo'n beetje was. Een beetje bijzonder erbij. Ik zou het niet leuk vinden als mijn dochter. Als dit mijn dochter was. Ja, dat was een leuke, edit. Dan gaan we naar Marley. En Marley zegt: professional, hou je fucking weg. A Googleizer. At the Derek Zoolander Center for Kids. Who can't read good and want to learn to do still other stuff. Good too. Nou, ik denk niet dat jij. Kijk, ik denk niet dat jij een professional bent. Want jij kan niet eens zelf schrijven. Ik denk dat jij oprecht te dom bent. Want wie de fuck gebruikt voor elk woord een hoofdletter? Dat is in elke taal niet mogelijk. Voor de rest, Marley even hopelijk inhoud. Want aan de buitenkant moet je het niet hebben. Ook niet gemeten. Op naar het volgende Tinder-account. Want verliefd zijn is veel leuker. Zijn we aangekomen bij de Sarah's. Of ik denk dat het in ieder geval één van die drie al Sarah moet zijn. Want je hebt geen flauw idee. Ze zijn 25. Nou, alle drie lijken echt veel ouder. Dus ik denk niet dat dit een echte account is. Of in ieder geval dat diegene niet eerlijk is. Maar nogmaals, waarom de fuck zou je met meerdere mensen op één profiel gaan? Want dat zeg ik zo vaak. Het is toch jouw profiel? Het is toch ook niet dat iemand jouw diploma komt ophalen of zo? Die heb jij toch? Dat is toch jouw moment? Nou, goed. Sarah? Doe een foto alleen. About Sarah. Sarah, girl, you want to take home to your mom? Expect I blow you on the way there. Zo, dat is een gek kwartet. Allemaal zo, die voor die auto kan je niet eens meer normaal kijken. Maar goed, op net laatste Tinder-account van vandaag. Want verliefd zijn is veel leuker. Dus zijn we aangekomen bij account 15, als het goed is. Tenzij ik iets heb gezegd dat niet helemaal door de beugel kan. Molly, weer, waarom de fuck doe je twee koppen op één Tinder-account? Dat is ook, er zijn toch alleen maar vrouwen. Ja, en die Dan. Maar volgens mij was dat ook een vrouw of een man, weet ik veel. Dan kan ook gewoon Daniel zijn of zo. Gewoon of Danielle of zo. Iets in de afkorting van. Dat het niet per se een jongensnaam is. Dat het gewoon een afkorting is. Maar goed, hou me blij. Molly, 31 jaar. About Molly, on the first day I will carve our initiation into a tree. Het is avond, tutering. It's the most romantic way to let you know I have a knife. Kijk, twee keer. Ik heb een mes gekregen voor kerst. Ik weet niet wat de boodschap daarachter is, maar dankjewel. Daarbij wil ik ook zeggen, dankjewel voor het kijken als je zo ver bent gekomen. Like, subscribe en hopelijk gaan we snel die 100k tikken. Tot snel, houdoe!